Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. In de nachtelijke uren blijft het droog boven ons land. Tegen het einde van de nacht ontstaat er plaatselijk nevel of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgenochtend zal het bewolkt zijn in het kustgebied. In de middaguren tot de vooravond kunnen langs de kust en in delen van het binnenland lichte tot lokaal matige buien voorkomen, mogelijk gepaard met onweer en plaatselijke windstoten. De kans op een lokaal zware bui is niet uitgesloten. Voor morgen waarschuwt de Meteorologische Dienst voor zware neerslag met plaatselijke windstoten.